Ja, welkom. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe NEC-update richting de wedstrijd van morgenavond. Zaterdag wordt hier gespeeld in de Goffert tegen Heracles. En we kijken dan vandaag naar de laatste training voor die wedstrijd. En dan valt ons op, ja, Robin Roefs is er natuurlijk niet bij. Die is geblesseerd, maar ook geen Philip Sandler. Hij is alweer geblesseerd. Ja, hij is een klein terugslagje, omdat je graag de minuten natuurlijk door wil bouwen voor hem. Alleen, het is niet het einde van de wereld. Nee, zo zie je dat niet. Ik kan me ook wel voorstellen dat een hele hoop mensen denken, daar gaan we weer. Hij is alweer geblesseerd. Dat dacht ik namelijk ook even toen ik hier kwam en hij is weer geblesseerd. Ja, nee, dat mag. En iedereen mag denken wat hij wil. En dat vind ik ook helemaal prima. Alleen, het is op dit moment niet anders. Maar ik kan zeggen, hij is conditioneel fit. Had eigenlijk gewoon tegen PSV ook naar eigen gevoel langer door kunnen spelen. Dus is een kleine terugslag en dat is vervelend. En als je zwart ziet, dan zie je de zwarte kant van het verhaal. Ik zie de positieve kant, dat hij weer gespeeld heeft. Ik denk dat het niet lang duurt. En nogmaals, het is niet het einde van de wereld. Een speler die zeker weet dat hij morgen in de basis staat, is Mees Hoedemakers. Maar ja, dat is tegenwoordig geen zekerheidje meer. Hoe gaat hij daarmee om? Makkelijk niet, zeker. Het is lastig, maar ja, weet je, ik heb het wel vaker meegemaakt. Als voetballer hoort het er nou eenmaal soms bij. En dan is het zaak aan jou hoe jij ermee omgaat. Want je hebt in die zin geen invloed op de keuze van de trainer. Alleen maar hard werken en jezelf laten zien en dan is de keuze aan hem. Dus dat weet ik als voetballer zijnde. Dus daar probeer je zo goed mogelijk mee om te gaan. En weet je, soms is dat moeilijk, maar ja, je probeert zo goed mogelijk te doen. En als persoon ook rustig te blijven. En gewoon de kansen die je krijgt gewoon pakken. En dat is het enige waar je invloed op hebt. Wat moet er beter, Mees? Het is natuurlijk ook het samenspel met elkaar. Mijn kwaliteit ligt toch in de passing vooruit. Nou, dat moet ik meer laten zien. Dus voor jongens voorin meer aan het werk zetten en ook natuurlijk in intensiteit van druk zetten. Nou, dat is natuurlijk ook mijn kwaliteit. Dus dat moet ik gewoon elke wedstrijd laten zien. En soms komt het wat minder uit misschien. Dat is dan zo, dat kan. Maar we proberen dat zo vaak mogelijk te laten zien. En dat is aan mij om dat te doen. Ja, dan kijken we naar de wedstrijd van komende zaterdag dus. Morgenavond om 9 uur hier, Heracles Almelo. Ja, wat gaat het strijdplan worden, Mees? Het strijdplan is eigenlijk vanaf begin af aan volle bak druk zetten. Hun laten voelen dat hier niks te halen valt. En aan de bal zo dominant mogelijk zijn. Ballen van kant naar kant laten gaan. Als het kan, zoveel mogelijk goals maken en die winst pakken natuurlijk. Maar vanuit inderdaad een bepaalde strijdplan dat we gewoon vol druk willen zetten. En aan de bal gewoon zuiver zijn. Zoveel mogelijk kans creëren. Ja, dat is eigenlijk het plan. Ja. Mees zei van het strijdplan is eigenlijk gelijk hoog druk zetten en gelijk te laten zien. Er valt hier niks te halen. Ja, dat is wel wat we hebben benadrukt in de week en in de besprekingen. Zo wilden we ook beginnen tegen PSV. En als je dat terugkijkt, hadden we daar ook een of twee keer succes mee, hè, met het onderscheppen van de bal. Nou, dat wil je in een thuiswedstrijd ook. En daarnaast wil je aan de bal natuurlijk voetballen. Dat is tegen PSV niet gelukt. We weten allemaal waarom. Nou, daar hebben we denk ik morgen wel meer de kans voor. En dat is denk ik ook weer een wedstrijd om onszelf te laten zien. En dit is misschien een tegenstander dat je kan zeggen, kijk, we laten hier eens even zien, net zoals tegen Fortuna, wij kunnen het. Dat hoop je. En daar probeer je naartoe te werken. Uiteindelijk gaat het om de wedstrijd winnen uiteraard. Hè. Soms lopen de wedstrijden ook niet zoals je zou willen of zoals je verwacht. Als ik kijk naar de trainingen, zit er veel energie en ook kwaliteit in. Hè. Dus ik heb daar vertrouwen in. Alleen, het zal morgen ook moeten blijken. Want je hebt ook te maken met een tegenstander. Wat doet die? Hoe staan zij? Kunnen wij dat uitvoeren wat we graag willen? Maar ik heb daar wel vertrouwen in. Waar gaan we jou morgen dan zien? Je zegt, hey, ik heb er eens even goed over nagedacht. Dus een wedstrijd dat ik mezelf kan zien. Wat zien we morgen met Mees? Nou, de bedoeling is, ik ga vol voor hoge intensiteit. Iedereen neerzetten naast me, voor me. Proberen het team mee te nemen, dat we vol vooruit gaan. En aan de bal natuurlijk mijn steentje bij te dragen aan het aanvalsspel in mijn passing. En zoveel mogelijk aanvallen proberen op te zetten vanuit mij. En verdedigen natuurlijk ook mannetjes staan. Dat kan je van mij verwachten morgen. En dan toch nog maar even de vraag, waar is Vito van Crooy? De definitieve en alle ups en alle updates daarover, die liggen bij Carlos, maar ik denk het wel. Okay. Goed, morgenavond, zaterdag dus, om 9 uur wordt hier afgetrapt in de Goffert tegen Heracles Almelo. Kun je er niet bij zijn? Wij zijn er natuurlijk weer bij, live op de radio. En we zijn er later ook weer met een NEC-update, maandag de podcast natuurlijk weer. Ik zeg graag tot de volgende.